De nieuwe Brawl Pass is niet helemaal nieuw meer. Nee, die is eigenlijk al wel een tijdje uit. Maar desalniettemin heb ik nog helemaal niks geclaimd. Alleen de nieuwe Knokker Buster. Want als je hier naartoe gaat, zie je allemaal rewards staan. En ik heb dus alleen bij Tardetter heb ik Buster vrijgespeeld. Maar voor de rest heb ik alles nog wat ik kan vrijspelen. Compleet alles. En dat is ook precies wat ik in deze video ga doen. Ik ga alles vrijspelen. Ik heb hier ook nog 4 grote dozen. Van vorig seizoen heb ik ook nog Cesar Sam. En ook nog 8 grote dozen. En dan in totaal hebben we meer dan 150 verschillende items. Waaronder dus 3 skins. Vet voor megadozen. Vet voor grote dozen. Edelstenen. Krachtpunten. Het gaat zo lijp worden. En we gaan bijhouden hoeveel coins we gaan krijgen. En daarnaast krijgen we natuurlijk ook nieuwe reactie. Want ik heb hier een reactiepakket die ik kan openen. Ach, het gaat echt nice worden. Ook nieuwe sprays. Ook nog. Ja, het gaat echt lijp worden. En als jullie er zin in hebben, doe dan duimpje. Je mag 1000 likes op deze Brawl Stars video. Zal gewaardeerd worden. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En jullie weten het, maar mocht je deze jongen willen supporten, gebruik natuurlijk de code BOUS. Binnenkort komen de giveaways aan met de code BOUS. Dus vul hem alvast in. En binnenkort dan kan je misschien een prijsje winnen. Maar dat komt dan in video's binnenkort. Hou mijn kanaal in de gaten. En check natuurlijk BOUS.nl voor de nieuwe BOUS Army kleding. Limited edition. Alleen deze winter te koop. Dus als jij denkt, nou, ik wil ook zo'n trui. Check het op BOUS.nl. Maar laten we nu maar gaan beginnen met het claimen. Dan beginnen we eerst met Wasbeer Penny. Mooie skin. Ik vind dit al een mooie skin. Ziet er leuk uit met die wasbeer erbij. Is wel een brute skin voor relatief weinig edelstenen. Want als je de Brawl Pass koopt, kan je deze meteen krijgen. En dan heb je ook nog al die andere rewards die je erbij krijgt. En je krijgt ook nog een reactie erbij. Dus dat is wel leuk. We kunnen het bijhouden. Ik ga hem wordt wel veel. We hebben sowieso 3 skins. Dat weet ik trouwens nu al. Dus in principe hoef ik dat niet bij te houden. Hé, hey, we hebben nog een resterende item. Oké, we krijgen de gadget van Buster. Ik dacht dat ik alles al had. Nou, blijkbaar niet. Met zijn volgende superaanval trekt Buster de vijanden zich naar zich toe en vertraagt hij ze voor 2 seconden. Dat is wel nice. Oké, dat is best wel een goede gadget. Ik wist niet eens dat die gadget er was. Lol. Maar dan hebben we hier dus deze gadget nu vrijgespeeld. Is misschien beter dan die andere. En Buster heeft ook nog een sterrenkracht. Kunnen we natuurlijk kopen, maar aangezien ik genoeg grote dozen en megadozen heb, ga ik die wel vrij kunnen spelen. Dus dat is mooi. Terwijl als hij superactief is, loopt Buster 20% minder schade op. Dus dat is ook wel nice. Nou, dan gaan we die ook eventjes vrij spelen natuurlijk. Dat gaat sowieso wel lukken. Ik ben alleen benieuwd hoe lang dat gaat duren voordat we die gaan vrij spelen. Ik ga trouwens alles unlocken. Dus we gaan de hele Brawl Pass alles openen, ook krachtpunten, wat eigenlijk een beetje zonde is. Want die kan je beter bewaren voor als de nieuwe knokker uitkomt. Volgend seizoen heb je wel weer een nieuwe chromatische knokker. Dan kan je ze eigenlijk beter opmaken, al die krachtpunten. Dan heb je de nieuwe knokker meteen een level up. Maar aangezien ik alles al maximaal level heb, dan is het vrij makkelijk om 1 nieuwe knokker naar maximaal level te krijgen. Want alle dozen die je dan opent, krijg je alleen maar krachtpunten voor die ene knokker. Dus dat is wel nice. Maar we hebben de sterrenkracht nog niet gekregen, dus dat is een beetje jammer. Maar zometeen een reactiepakket. Ik weet alleen niet meer helemaal. Oh, nice. Maar ik weet niet meer helemaal of ik reacties kan krijgen uit dat pakket. Want volgens mij heb ik alles al. Maar we krijgen ondertussen een sterrenkracht van Buster uit een gewone knokdoos was dit volgens mij. Dus dat is wel nice. Dus die kans was best wel klein dat we uit de knokdoos een sterrenkracht zouden krijgen. Maar dan hebben we nu in totaal, nou ja, hier tot en met Tower 8 geopend. En we hebben nu al de nieuwe gadget en de nieuwe sterrenkracht van Buster. Ja, dat is wel nice. Maar we gaan lekker door. En we krijgen nu mooi wat coins erbij. Nu ook weer bijna 1000 coins erbij. Dan zit ik al op de 50.000. Ik begon op de 46.000. Dus alles wat we daarboven zitten, zoveel coins heb ik verdiend. En inderdaad, ik heb alle reacties al. Dus ik krijg een megadoos in plaats van een reactiepakket. Maar een megadoos is meer waard dan een reactiepakket. Dus in dat opzicht heb ik mazzel. En we krijgen 800 tokenverdubbelaars. Wat? Dat is ook niet normaal veel. Hoeveel tokenverdubbelaars heb ik nu eigenlijk? Ik heb er nu 5000. Nou, ik had het net volgens mij ook al wat. Ik noteer 4500. Ik denk dat ik zoveel tokenverdubbelaars ongeveer had. Nou ja, dan staat dat genoteerd. Dan kunnen we eventueel aan het eind van de video ook kijken hoeveel tokenverdubbelaars we in totaal hebben gekregen. Want ik denk dat dat er een hele hoop gaat worden. En misschien dat we ook boven de 100.000 coins gaan eindigen uiteindelijk. Zomaar eens kunnen. Want we hebben echt vet veel coins, vet veel dozen. Die we natuurlijk allemaal kunnen openen in deze video. En we zaten nu al op de hoeveel? We zitten nu al op de 52. Nou, 100.000 is misschien te hoog gegrepen. Maar in ieder geval, we komen wel in de buurt, denk ik. Want een megadoos is ongeveer al 1000 coins waard. Een grote doos, nou, tussen de 200-300 een beetje. Want let maar op, megadoos, nou, 886. Dus al wel bijna 1000 coins. Dus in dat opzicht
We hebben nog best wel wat megadozen te gaan. Kan de 100.000 misschien toch wel lukken? We krijgen nu een spray erbij van de mooie trein. Dus dat vind ik helemaal mooi. En dan gaan we nu gewoon lekker door met alles openen. We hebben echt vet veel. Maar weet je wat? Ik laat vanaf nu even iets meer de hoogtepunten zien. Want ik kan natuurlijk al die dozen zo openen. Maar volgens mij heb ik nu alles al. Dat dacht ik net ook, maar ik kon nog een gadget en sterkracht krijgen. Maar volgens mij heb ik nu echt alles. Dus ik ga het gewoon allemaal openen. En dan zie ik jullie zo meteen als we iets verder zijn. En dan kunnen we dan gaan kijken of we de 100.000 coins misschien gaan halen of niet. Nou, we hebben ondertussen weer een keer wat anders dan een doos, krachtpunt, edelstenen of zo. We krijgen een nieuwe spray. Weer zo'n treintunnel. Ja, ik vind het op zich wel grappig. Hoeveel coins hebben we? We hebben nu momenteel 64.000. Dus we hebben al bijna 20.000 coins erbij. En ik denk dat we nu ongeveer, ja, over de helft zitten. We zitten wel over de helft. Maar verderop in de Brawl Pass krijg je natuurlijk de betere rewards. Dus vanaf nu gaan we meer coins krijgen, omdat je meer krachtpunten krijgt. Dus dan krijg je een grote doos in plaats van knokdoos. En je hebt hier gewoon meer megadozen. En de coins die je kan claimen in één keer zijn ook meer. Nu krijgen we in één keer 200. Terwijl dat we net de hele tijd 50 kregen. Dus dat is ook een verschil. Dus heel misschien dat 100.000 toch nog wel gaat lukken. Zou mooi zijn. En ik weet het trouwens goed gemaakt. Want zo meteen spelen we de nieuwe skin vrij van Buster. Dan gaan we zo meteen een potje doen met Buster. Met de nieuwe sterkracht. En met de nieuwe gadget. En met de nieuwe skin. Dat vind ik wel leuk. Dan gaan we daar even een potje mee doen. En met een beetje mazzel kunnen we die dan winnen. Zou toch wel eventjes leuk zijn. Maar eerst natuurlijk even de rest van de rewards claimen. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Ik zit gewoon de hele tijd klik, 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 klik. Al die doos te openen. Het zijn er zoveel. Ja, meer dan 150. Dus dat is behoorlijk wat. Oké, we hebben nu alleen nog maar megadozen. Zo, dan gaan we die even openen. Ik had net 2 megadozen met meer dan 1000 coins in die dozen. Ik ben benieuwd of dat ook nog in een van deze gaat gebeuren. Ah, 745, dat is niet zoveel. Nee. Nee, dit ook niet. Dat is wel jammer. Maar dit is ook nog een mega doos. En, nou, weer 700. Nee, dat is wel een beetje slecht. Ja, we zitten nu op de 78.000. Dus we gaan de 80.000 halen. Daar hebben we wel meer dan 40.000 waarschijnlijk gekregen. Want we hebben natuurlijk ook nog wat mega dozen. Oh nee, wat grote dozen. Niet mega dozen. We hebben meer dan 10 grote dozen die we ook nog kunnen openen. Maar kettingzaag Buster. Hier is die hoor. Helemaal mooi. En al deze rewards heb ik trouwens gekregen door gewoon opdrachten te voltooien. Ik heb geen 1 tar gekocht. Al dat zeg ik nu wel. Dat heb ik in het begin gedaan. Tot en met tier 30, totdat ik bussen kon vrijspelen, heb ik geboost. Dat was op de dag dat de update uitkwam. Daarna heb ik niks meer geboost. Heb ik alles gedaan door opdrachten te voltooien. Zoals je ziet, ik heb ook bijna geen opdrachten. Ik heb gewoon alle opdrachten eigenlijk zo goed als voltooid. Dus dat is wel nice. Maar we gaan nog even naar vorig seizoen. Dan krijgen we nog Cesar Sam. Nog een skin erbij. 3 nieuwe skins hebben we nu al gekregen. Ja, plus al die andere rewards die we nog bij krijgen. Maar we hebben nog 8 grote dozen. Dus die gaan we ook nog openen. En dan heb ik alles geopend wat ik kon openen. Ja, dat is toch wel lijf. En dan gaan we zo meteen even een potje doen met Buster. Maar eerst even kijken, hoeveel coins hebben we verdiend? We begonnen op de 46.000 en we zitten nu op de 81. Dus dat is wel echt een verschil. Dan hebben we volgens mij in totaal 45.000 erbij gekregen. Of nee, dat zeg ik niet goed. 35.000 coins hebben we erbij gekregen. Zo moet ik het zeggen. Ja, 45, dat was net te veel. Dus 35.000 coins hebben we verdiend voor yo. Dat is echt een lijp veel. Als je dat in één keer zou willen kopen. Hier, 35.000. Ja, dan ben je echt denk ik ongeveer 200 euro aan edelstenen kwijt. Als je dat gewoon in één keer via muntenpakketten wil kopen. Dus dat is wel echt heel erg lijp. Maar laten we nu maar met de nieuwe skin gaan spelen van Buster. En met de nieuwe gadget en met de nieuwe sterkracht. Ik ben benieuwd hoe goed dat gaat. Want ik ben natuurlijk de andere gewend. Maar ja, we gaan het wel zien. Deze, dan loop je dus minder schade op. En met deze trek je een vijand naar je toe. We gaan wel even een potje solo showdown doen. En deze map is er. Het is wel echt een afstand map. Dus ik weet niet of dit helemaal geschikt is. Maar we gaan het proberen. Eens kijken of we iedereen kunnen slopen. Oh, wacht. Met Buster. Moet ik natuurlijk wel de nieuwe Buster skin ook selecteren. Bijna vergeten. Trouwens, het is echt bijna exact hetzelfde. Ze lijken echt enorm op elkaar. Alleen ziet deze er wel iets cooler uit. Dat wel. Is wel een iets coolere skin. Ja. Oké, nu kunnen we gaan beginnen. Bijna vergeten gewoon de nieuwe skin te selecteren. En ik moet trouwens eigenlijk ook nog even kijken. Dat doe ik nu wel. Hoeveel tokens ik nu heb. We zitten op de 8600. Dus we hebben ook bijna ongeveer 4000 van die tokens. Verdubbelaars erbij gekregen. Maar joh, dat is echt lijp. Maar het potje gaat beginnen. Dan gaan we nu even kijken of we met de nieuwe gadget en sterkracht iedereen kunnen slopen. Zou mooi zijn. Oké, we beginnen in ieder geval hier mooi. Ja, dat is lekker. En dan gaan we die ook openen. Ik zou even een hartje doen. Even een leuke reactie. Ja, doe niet zo irritant. Doe niet zo irritant. Ik val jou toch ook niet aan, jongen. Ik val jou toch ook niet aan. Moet je niet zo irritant doen. Ja, dat is niet lief.
Van dichtbij ga ik je toch helemaal slopen als Buster zijnde. Dus ik zou maar oppassen als ik jou was. En daar is ook nog een kist. Oh, nu moet hij uitkijken. En gaat dat lukken? Nee! Ga ik dan dood ook nog? Oké, dit mag mij niet gebeuren. We doen nog een potje. Dit was iets te aanvallend. Ja, ik dacht ik kan hem hebben, maar die eerste schot miste ik, waardoor ik hem niet kon killen. Anders had ik hem wel gekild. Ah, en nu begin ik eigenlijk op een veel mindere chillus plek. Want net begon ik best wel chill op een fijne plek om te starten, zeg maar. Maar dat is nu iets minder. Oké, daar is een G. Daar is een Max. Die zitten ondertussen al met elkaar te vechten. Ik denk dat ik als een van de eerste getarget word. Want ik denk dat ze mij willen killen. Ik ga jou niet aanvallen. Jij mag je super hebben. Dan mag ik ook mijn super hebben. Dat is helemaal prima. Weet je, op dit niveau moet je gewoon af en toe teamen. En dan moet je gewoon op het juiste moment iemand backsteppen. En dan is het prima. Wat gaan we doen? Ik ga hier gewoon rustig wachten met die Jeep. Even mijn super laden. Als ik mijn super heb, kijk, dan kan ik ook eventueel die Max verdedigen. Dat is wel fijn. Oké, top. Ik heb mijn super. Dat is fijn. Yay! En dan ben ik gewoon vriendjes met alle Maxen. Ja. Yo, er zijn echt ziek veel Maxen. Dat is echt niet normaal. Nee, joh. Oké, dit ga ik denk ik nooit winnen. Hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? Er is een Jeep. En ik zie hier 5 Maxen. Oké, dit gaat denk ik nu niet meer goed komen. Ik zal hier even mijn shield doen. Krijg ik wel iets minder damage tegen. Ah, jongen! Al die maxen allemaal tegen mij. Dat is ook niet lief. Oké, we doen nog één laatste poging. Anders vind ik het best geweest. Dit was echt niet te doen. En ik spawn nu in het midden boven. Dat is ook niet de perfecte plek. Ik moet misschien gewoon iets meer vanuit de bosjes gaan spelen. Net was ik heel erg aan het teamen. Dat kan natuurlijk wel werken. Maar dan moet je gewoon mazzel hebben dat er niet een compleet team tegen je zit. Ja, ik zal hier even spinnen. En dan ga ik eventjes hier de bosjes in. Met een beetje mazzel kan ik hier dan iedereen vanaf hier iedereen pakken. Zou mooi zijn. Ze zitten hier. Zijn weer allemaal maxen. Oké, op hoog niveau, solo showdown, heb je dus op dit moment alleen maar maxen. Ja, dat is echt niet normaal. Dit gaat toch nooit lukken. Nou, oké, hier zit niemand. Dus we kunnen in ieder geval vanaf hier spelen. En eventueel kan ik met mijn gadget natuurlijk wel een van die maxen naar me toe trekken. Dat kan wel. Ja, dat zou kunnen. Oh shit, oké, dit is balen. Hij heeft me gezien, Hij weet dat ik er zit, dus dat is een beetje shit. Ja, en nu haalt hij al zijn maatjes bij mij. Oh, nu kunnen we deze hebben. En kom op, maak hem dood. Ja, maak hem dood. Maak hem dood! Ah, dan saven ze hem. Als ze hem nou hadden gekild, dan was er in ieder geval één iemand dood. Oké, nou, dat gebeurt dus helaas niet. Ik heb nog een gadget. Er zijn echt alleen maar maxen. Dat is toch niet te doen. Ik heb wel nog mijn gadget, dus ik kan nog 2 keer iemand naar me toe trekken. Die gadget is wel overpowered. Ik denk wel dat deze gadget beter is, om eerlijk te zijn, dan de andere gadget. Dus dat is op zich wel nice. Nou, we gaan wel even hierheen. We gaan hier even hierboven schuilen. Oké, we moeten kijken. Ik wil kijken of ik dit potje kan winnen. 1 potje winnen met een Buster, sterrenkracht en gadget. Zou mooi zijn. Ondertussen zijn ze daar ook met elkaar aan het vechten. Dat was die Gil. Even uitkijken, ze hitten mij de hele tijd niet. Dus dat is op zich wel lekker. Er is nu een Jean dood. Dus dat is mooi. En die Gil, wat doe ik die? Ik zal even mijn gadget aanzetten. Moet nu even zorgen dat ik levend blijf. Ja, dat is goed. Als hun nou eerst met elkaar vechten, dan is het goed. Want dan kan ik namelijk een van die maxen zo meteen pakken. En hoe kleiner de map wordt, hoe groter de kans is dat ik dit ga winnen. Ja, dat sowieso. En nu kan ik misschien hier een kill maken. Ja, lekker. Dit is mooi. Oké, dit zou misschien goed kunnen komen. Ik ga die Gil niet aanvallen. Ik ga eerst voor die maxen. Ja. Die maxen die moeten dood. Als we die maxen hebben, dan pas ga ik voor die Gil. Of ik kan nu wel even voor die Gil gaan, want die was makkelijk te killen nu. En nu moeten we kijken of we dit kunnen fixen. En dan gaat het toch nog goed komen misschien. Toch nog wel. Ik zal even mijn shield inzetten. En dan kunnen we nu die max hebben. Hoppa! Oké, dat compenseert de vorige 2 potjes weer. We hebben toch nog gewonnen met de nieuwe sterrenkracht en gadget van Buster. Ik vind het helemaal mooi. Nou, dan laat ik het er ook bij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tenslotte nog 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog 1 laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouwens.nl voor de bouwsarmie kleding. Hoi.